De laatste man die we voor gaan stellen is coach Jeroen Kers. Eigenlijk hoef ik hem niet aan u voor te stellen. Hij is ex-kampioen van Nederland bij Lieden zonder contract. En hij is een man die de hele wereld al heeft gezien als het gaat om wielrennen. Kort geleden nog, coach Jeroen. Ja, er zijn ook een aantal plaatsen geweest, ja, maar er is ook nog wel plaatsen waar naartoe gegaan kan worden natuurlijk. Ik zal mijn lijstje even bijpakken. Ik heb gezien dat u vorig jaar gereden hebt in Qatar, in China, Azerbeidzjan, in Tsjechië, Zwitserland, Dominicaanse Republiek, Venezuela. En uiteraard ook in Nederland. Ja, zeker. Ja. Ja. Meestal toch in Nederland, denk ik. Meestal toch in Nederland. Want dat is een van jouw grote idealen om zeg maar, de hele wereld te verkennen in combinatie met het wielrennen. Ja, het is een hele mooie combinatie inderdaad. Een goed excuus om naar het buitenland te gaan om daar een koersje te rijden. En bovendien is het vaak een goede voorbereiding op de koers in Nederland. Het seizoen in het buitenland is toch vaak valt net buiten het Europese seizoen of het Nederlandse seizoen eigenlijk. Dus in het voorjaar of in het najaar en daar een koersje rijden, dat is voor mijn ideale voorbereiding voor de koers hier in Nederland. En ook een beetje cultuur proeven? Ja, zeker. Als je daar toch bent, dan ga je toch wel vaak een paar dagen eerder heen of een paar dagen later terug, zodat je ook nog wat van het land ziet. Dat is altijd mooi mee. Dat zijn volgens mij allemaal warme landen, dus wat dat betreft. Ja, dat liefst wel, ja. Zeker weten. Even terugkijken tot het seizoen 2013. Je kunt ook weer terugkijken op een geslaagd seizoen, als we kijken naar de overwinningen. Ja, qua aantal overwinningen was het zeker goed. Ja. Dat mag niet klagen, alleen de grote overwinning ontbreekt natuurlijk nog een beetje. Het waren allemaal teams. En zoals al eerder genoemd is vanavond, is dat toch volgend jaar het doel om met de ploeg een klassieker te winnen. En dat, daar gaan we het allemaal naar gaan werken. Maar ik neem maar ook de ronde van Valkenswaard op het verlanglijstje staat. Ja, elke routine wat je wint is mooi meegenomen natuurlijk, en zeker hier in de omgeving. En Valkenswaard is maar de eerste in Brabant, denk ik, zo'n beetje. Tenminste, je hier in de omgeving. Dus dat was een hele mooie ervaring. Dat soort koersen zullen er ongetwijfeld steeds bij zitten. Jouw doel dit jaar zijn dus niet alleen, zeker niet alleen de criteria's, maar ook de grote klassiekers en ook de meerdaagse wedstrijden. Ja, het zal toch een combinatie zijn van beide inderdaad. En wat ik zei, de klassiekers, ik stond vorig jaar voor het eerst op het podium in de klassieker. En dat wordt ook wel eens tijd een keer gewonnen worden in de klassieker. Dat zeggen ze, smaakt naar meer. Ja, precies. We hebben het makkelijk aan het NK inderdaad, zonder dat we dit jaar de trui niet meer hebben. Het zou mooi zijn als een van ons die volgend jaar werkt. Ik weet zelf hoe mooi het is om te hebben en ik vind het een van die jongens van harte. Je hebt hem nog ergens hangen in huis? Ja, ik heb hem nog wel. Ja, sorry. Dan weet je dat Marco daar nog gebruik van kan maken. Zie je op de training? Ja, zo af en toe ook maar op training. Kijk maar goed. Gaat hij er even aan zitten en kijken hoe het voelt inderdaad. Maar dat komt ongetwijfeld nog goed. 2014 een belangrijk jaar voor het Babydump Cycling Team en ook voor coach Jeroen Kers en alle andere renners die hier bij mij hebben plaatsgenomen. Ik wens jullie heel veel succes.